Hallo jongens en meiden. Aderskun is overal en daarom zijn we vandaag in Dreumel. En Dreumel is een klein plaatsje dat ligt in het land van Maas en Waal. Nou, wat gaan we vandaag bekijken? Na dit filmpje weet je wat het regime is, wat een debiet is en weet je hoe je aan de hand van het regime kan zien welk soort rivier je te maken hebt. We staan op een krip in de Waal en het is extreem laag water. Het is nu begin september, 1 september om precies te zijn, en we hebben een hele droge zomer achter de rug. Dus er is heel weinig neerslag gevallen en dus is er heel weinig water naar de rivier toe gestroomd. Nou, je kunt het ook zien. Je kunt een beetje het kleurverschil zien van de krip. Daar waar het wat lichter is, daar staat normaal het water. Dus dan zie je dat het een meter of 3-4 lager staat dan normaal. En daar komt op dit moment dus heel weinig water doorheen. Dan zeggen wij dat het debiet heel laag is. Het debiet is de hoeveelheid kuub die per seconde door een rivier heen stroomt. Dus stel je voor, je zou een touwtje spannen naar de overkant. Dan kun je kijken hoeveel water er per seconde onder het touwtje doorstroomt. En dan heb je het debiet te pakken. Oké, het is nu januari en de rivier staat ontzettend hoog. Zo hoog is hij in 5 jaar al niet geweest. Nou, stel je voor dat je nu gaat kijken naar het debiet. Het debiet is hoeveel kubieke meter er per seconde door een rivier heen stroomt. Stel je voor dat je een touwtje zou spannen, nu naar de overkant. Er zou gigantisch veel water doorheen komen. Nou, als je gaat kijken naar het verschil, dus de schommelingen in het debiet, ene keer is hij hoog, andere keer is hij laag, dan hebben we het over het regime. Het regime zijn de schommelingen in de rivier. En aan het regime kun je zien wat voor soort rivier het is. Want je weet, er zijn 3 soorten rivieren. Een gletsjerrivier, een regenrivier en een gemengde rivier. Het regime kan jou helpen te bepalen met wat voor soort rivier je te maken hebt. Dat kun je mooi zien in deze 2 grafiekjes. We gaan kijken naar de grijze vlakken. Eerst gaan we naar de eerste kijken. Aan de onderkant zie je de maanden van het jaar staan. Van januari tot en met december. Aan de linkerkant zie je het gemiddelde debiet per maand staan. Oftewel de gemiddelde maandal voor een kubieke meters per seconde. Dus hoeveel water gaat er nou gemiddeld per seconde in die maand doorheen? Nou, dan zie je dat in januari, februari, dat heel veel is bij deze, en dan neemt het af en dan neemt het weer toe. Dit is een typisch voorbeeld van een regenrivier. In de wintermaanden en in de zomermaanden valt er wel neerslag, maar in de zomermaanden is er veel meer verdamping. Er is vaak ook al wat minder neerslag en veel verdamping, wat ervoor zorgt dat er minder water de rivier bereikt. Dus krijg je een laag debiet in de zomermaanden. En zo gauw het dan weer gaat regenen in de herfst, appakee, dan schiet het debiet ook weer omhoog. Dit is een mooi voorbeeld van een regenrivier. Deze grafiek is dan ook van de Maas. Dan kijken we nu naar de grafiek die hieronder staat. Daar zie je een heel ander patroon. Het neemt hier wel af, maar vervolgens zitten er nog wat pieken in. Nou, dat komt omdat in het voorjaar alle sneeuw gaat smelten in de Alpen. De gletsjers gaan ook smelten, dus er komt ook heel veel smeltwater bij. Dit is een mooi voorbeeld van een gemengde rivier. Deze grafiek is dan ook van de Rijn. Dus aan de hand van een grafiek van het regime kun je zien met wat voor rivier je te maken hebt.